vind dit heel fantastisch dat er zoveel mensen komen kijken naar iemand die 50 jaar, een halve eeuw geleden zijn laatste wedstrijd zwom. Vroeger naar de matinee in de bioscoop ging en het Polygoonjournaal was, heb ik een beeld van een zwemwedstrijd. Er komt een hele grote man uit het water met een raar brilletje op. En dat is Herman Willemsen. Dat is altijd in mijn geheugen gebleven. Heel lang niet geweten dat hij op Texel woonde, ondanks dat hij hier al 25 jaar zit. En ik hem ook kende, maar ik heb nooit die link gelegd naar die man die die zwemwedstrijden won. Ik zie een heleboel zwemmers en oud-zwemmers en zwemsters. Ik ga dat boek ook straks aan een zwemster geven. Wat een ongelooflijke eer dat ik dit eerste boek van jou mocht krijgen. Nou, Herman Willems is natuurlijk de grote held van de open waterzwemmen. Iedere rechtgaarde marathonzwemmer zou hem moeten kennen. Nou, Herman Willemsen is een van die mensen die alles slaat in allerlei opzichten. Het is gewoon iemand van tempo, van de kampioenschappen, van overwinnen, van nergens voor aan de kant gaan. Ik heb op een gegeven moment gedacht van nou, er staan stukken in, dat is helemaal niks. Maar toen ik het later nog eens nalas, dacht ik, nou, valt eigenlijk best mee. En ik heb hele goede reacties gehad van mensen die veel lezen, die er ook wel een beetje kijk op hebben. En die zeggen, potverdomme, is een leuk boek geworden. Het volledige bestuur van de KNZB heeft iets rechtgezet wat eigenlijk 50 jaar geleden al had moeten gebeuren. In de statuten van de KNZB staat dat een gouden speld kan worden uitgereikt aan iemand die wereldkampioen is geworden. Herman is 5 keer wereldkampioen geworden in zijn carrière. Ja, nou, te gek. Nooit op gerekend. Wist niet dat het kon. En dit was een hele mooie gelegenheid om meer dan 50 jaar later dat nog eens eventjes recht te zetten. En Herman, die onderscheiding van de gouden speld, die hoort bij de wereldkampioen. Kijk, een boek is sowieso weer een inspiratiebron voor zwemmers die misschien anders nooit op het idee waren gekomen om een lange afstand te gaan zwemmen. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld aan die extreem lange afstanden begonnen toen ik het vorige boek van Herman gelezen had. Ja, dit is een boekje dat heeft Herman samen met Herman Kuiphoff volgens mij een jaar of 40 geleden geschreven. Ik heb het nieuwe boek ook al gelezen en er zitten wel wat kleine overlapping in, maar het is toch weer een totaal ander boek, dat nieuwe boek. Maar ik raak wel heel enthousiast over zijn avontuur over de hele wereld. Het gaat nodig ook heel erg uit om te gaan reizen. En het is gewoon ook een beetje een avonturenboek wat hij allemaal heeft meegemaakt. Niet alleen zwemmen, ook als je niet van zwemmen houdt, is het nog steeds een hartstikke leuk boek om te lezen.